Yo, ik ben Victor, ook van het lab. En ik werd door PJ uitgedaagd om mijn creatieve tools te tonen. Ik ben veel bezig met video, foto en de laatste tijd ook veel met geluid. Dus er is geen enkel ander instrument uit mijn arsenaal die die dingen het beste verenigt dan dit. De Sony Handycam DCR-PC2E. Een ongelooflijk retro bakje van de jaren 2000. Ik heb er al heel veel mee gefilmd. Het is een zalig ding. Mooi formaat. Heeft een hele nice viewfinder. Dat is iets dat ik al heel lang heb. En dat ik ook nog heel lang ga gebruiken. De Beast. Als je hiermee filmt, dan film je op een mini DV tape cassette. Ze zien er zo uit. Deze zijn moeilijker en moeilijker te vinden, dus als je oma of je opa op de zolder zo nog een paar heeft liggen in het stof, let me know. Hetgene waar ik de laatste tijd vooral geïnteresseerd in zowel video als geluid, is feedback. In mijn opstelling ga ik even tonen hoe ik die feedback zowel vertaal naar video als naar geluid. Dus als ik even kijk naar de opstelling, dan is dit de televisie. Die zorgt dus dan voor de visuele feedback of echo of delay. En nu zie je dus letterlijk wat er voor die camera gebeurt. En als je die dan naar de camera richt, dan heb je de visuele feedback waar ik het over had. Hier komt er geluid in, deze microfoon. Die wordt naar de televisie gestuurd. Dat geluid wordt dan via een klein kabeltje doorverbonden naar deze sampler. Deze sampler neemt gewoon puur het geluid op die hierin terechtkomt. Als ik die aanzet, dan hoor je mijn feedback. Ik heb visuele delay, maar ik heb ook audio delay. Nu is het nog een kwestie van die twee samen te brengen. Een heel cool ding aan oude camera's is dat als je er kabels verkeerd insteekt en wat mee speelt, dat hij de frequenties van je beeld gaat manipuleren, maar ook de frequenties van je geluid. Dit is een manier waarbij ik mijn creative tools kan gebruiken. En graag wil ik voor de volgende Henny Mailleux en Marie van Wielen uitnodigen om hetzelfde te doen.